Woensel West. Wat ik mooi vind, is als je zo, wat gezopen hebt, zeg maar. En dat je dan met een paar mannen over de straat loopt zo. En dat je dan een fietser van zijn fiets aftrekt. En dan helemaal totaal in elkaar stampen, dat vind ik mooi. Mooi werk. Ja. Pilsje erbij. Ja, dat is mooi. Ja, je moet eigenlijk niet over lullen, weet je niet, maar ja. Ik heb nou wat gezopen, dan ga je toch lullen. Zal dat het zien? Zal dat het zien? Woensel. Hey man, if you wanna get down, you gotta come to Woensel. Woensel West. Yeah, yeah, get down in Woensel. Woensel West. Hey Jos, gooit er van mij een frikandel in. Woensel West, de wijk van Kees. Kankerkachel. Zijn broer Ruud. Ze kunnen allemaal de mors steken. Ik heb er wel scheid aan. Mieke. Nou, ik heb gewoon een draai om zijn oren gegeven en een beetje uitgeschoven paardenkut. Wanneer buitenstaanders zoals ik de naam Woensel horen, denken ze vaak meteen aan een probleemwijk. Maar in Woensel wonen 100.000 mensen. Dat is net zoiets als mijn geboortestad Leeuwarden een probleemwijk noemen. 16 jaar geleden was SBS in deze wijk aan het filmen. En zij focusten zich vooral op de Edisonbuurt. Dat is ook precies de wijk waar we nu in staan. En 16 jaar geleden werd deze wijk eigenlijk geportretteerd als een hele slechte wijk. Klopt het beeld anno 2022 nog steeds? Of heeft de burgerlijkheid het overgenomen? Daar gaan we vandaag achter komen. De wijk is een mix tussen oude arbeiderswoningen en hippe nieuwbouw. Het is duidelijk dat projectontwikkelaars hun best hebben gedaan om de wijk te vernieuwen. Maar wat vinden de buurtbewoners zelf van Woensel West? Ik woon hier al vanaf mijn 6e jaar in Woensel West. En ik ben nu 77. Ik zelf heb nooit ondervonden dat het hier een problemenwijk was. Ik heb hier verderop in de straat gewoond. En ja, daar vond je op een gegeven moment ook drugspuiten op straat. Daar werd getippeld. Dan kreeg je op een gegeven moment dus ook heroïneprostitutie en dat soort dingen. En drugsrunners, zeg maar, met van die brommetjes en bolletjes kook door de wijk. Waar wordt er in Nederland niet gedeeld? Ik kan het niet als een probleem bekijken. Ik sta er altijd met een sigaret tussen mijn vingers. Dat is ook een verslaving. Ja. En degene die drinkt is een verslaving. En degene die spuit en snuit is een verslaving. Ik ben ook wel bedreigd. Dan reed zo'n opgefokte figuur met zo'n brommetje rond. En dan fietst hij ook ergens. En die vindt dat je hem niet genoeg ruimte geeft. En die staat dan zeg maar op een paar centimeter van je gezicht te schreeuwen. Leven en laten leven. En lang leven lol. Ja, toch? Zeker. Ja, zeker. Ja, vroeger was het een asociale buurt. Maar voor de mensen die er woonden was het niet zo slecht. Wij waren het veel meer eens met elkaar en veel hechter is tegenwoordig. Wat de woningbouw heeft gedaan op een gegeven moment is om te voorkomen dat hier alleen nog maar probleemhuurders naartoe willen, hebben ze gezegd je moet solliciteren op een woning en dan moet je vrijwilligerswerk gaan doen. Waarom werd het dan een asociale buurt genoemd? Toen liep je hier niet zo rond met een microfoon en toen was het wat onveiliger voor de mensen die hier van buiten afkwamen. De buitenstaanders waren niet welkom. En toen woonden de families ook allemaal bij elkaar. Mijn moeder woonde hier, ik ben hier ook blijven wonen. Mijn vrouw, zijn ouders woonden hier, die is hier ook blijven wonen. Dat het niet altijd even netjes en even goed was, dat snap ik. Maar als ik dan naar zo'n SBS6-programma kijk, waar mensen gekocht zijn om dingen te zeggen, waar voor een WIP betaald is op het Bakelenplein omdat ze anders niet mee wou werken. Ja, dat noem ik geen eerlijke interviews. Aan wie heeft SBS dan allemaal geld betaald volgens u? Aan Kees van der Welde en Ruud van der Welde. Vertel eens, hoe weet u dat? Omdat Ruud er zelf vertelde, dan liepen ze hier met de pronken dat hun op televisie kwamen en dat ze er geld voor kregen. Hoeveel geld ging dat dan om? Ja, daar doe ik geen uitspraak over. En de SBS filmde hier dan in 2005 en daar kwam toen die hele beruchte serie uit voort, Probleemwijken Woensel West. Heeft u die gekeken? Die heb ik gekeken. Ik was het er niet mee eens. Waarom niet? Nou, dat goede dingen, wat ik vertelde, dat werd weggelaten. Er zijn ook zeer positieve dingen in die wijk. Er wordt taalles gegeven, er wordt fietsles gegeven. Mag toch ook vermeld worden? Het is gewoon een fijne wijk nu. Voor mij, ik heb ook volgens mij zijn ze alles ook aan het afbouwen nu. Omdat in principe het stigma probleemwijk, dat geldt eigenlijk niet echt meer. Kijk, de buurt was natuurlijk niet netjes. Was niet altijd even veilig voor de buitenstaanders. Maar het was ook niet zo als hun het filmden.
mijn kinderen zijn hier groot geworden, die hebben hier de beste sociale contacten en de beste opvoeding gehad die er, en leerschool gehad die er was. Die zagen ook junkie langs de poort zitten spuiten. Maar als mijn dochter vooraan in de Edisonstraat friet ging halen, hadden ze mij 5 keer gebeld voordat ze bij de frietent was. Dus de sociale contacten onder elkaar en het sociale was veel meer als wat er nou is. Ja, wat is er precies veranderd in al die jaren? Ja, ze hebben er een nieuwbouw neergezet en de mensen, de oudere generaties zijn allemaal weggetrokken. En daar hebben ze jongere generaties neergezet. En die leven wel anders dan wij. Wij zijn gewend om op straat te leven en die leven achter de voordeur en in de achtertuin. Ja, u zegt het is anders. Maar kunt u ook zeggen of het beter is of slechter? Of wat vindt u ervan? Ja, luister, het is veiliger. Er is minder criminaliteit, er wordt minder geschoten. Maar of het beter is, dat weet ik niet. Wat was het onveiligste wat u heeft meegemaakt in al die jaren hier? Mensen doodschieten. Dat is hier wel een keer of 5, 6 gebeurd. Maar dan leert met geweld natuurlijk ook leven. En je leert je eigen beschermen. Dat gebeurde al gewoon midden op straat dat mensen werden doodgeschoten. Ja, dat gebeurde minder op straat. Hier hebben ze toen de frietboer doodgeschoten. Ze hebben hier die Turkse vader toen doodgeschoten. Kwam dat allemaal door een soort van gangs of zo? Nee, dat kwam gewoon, dat waren gewoon ruzies. En ja, als je heel veel mensen bij elkaar zet van hetzelfde kaliber, dan gebeuren zo'n dingen. Ik blijf hier wonen. Mijn draag is hier weg. Tussen 6 planken. Ik loop hier zo door deze wijk en mijn oog valt meteen op dit huis. Het ziet er super kleurrijk uit en ik weet zeker dat hier een toppertje woont. Nou, de deur staat open, dus volgens mij kun je gewoon naar binnen lopen. Dus we gaan eens even kijken of er iemand thuis is. Hallo. 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 Ah, goedemiddag. Oh, ik heb de camera. Ja. We lopen door, ja. Nou, helemaal goed. Top, okay. Zeg. Fijne dag. Hey, hallo. Hallo. Hoi. U bent hier aan het schilderen, hè? Ja. Ik ben altijd bezig. Top dat we even binnen mogen komen. Ja, dus op maandag is hier iedereen welkom. Joh. Gewoon de deur staat open en mensen kunnen aanschuiven, kunnen lekker zelf ook creatief bezig zijn, een bak koffie drinken. Het is gewoon altijd gewoon vrij inloop. Meer koffie of zo. Lekker, ja, heerlijk. Kunt u zich nog even voorstellen? Ja, Hans Dwaalhaas. Beter bekend als de Dwaalhaas. Dat is mijn woonkamer, die bank. Daar is mijn kantoor, mijn woonkamer en daar slaap ik. Dat is mijn alles, mijn eethoek. En de rest is gewoon voor het grootste gedeelte allemaal voor mijn stichting. Mensen denken van, je doet de hele dag niks. Maar ik ben dus echt de hele dag tot diep in de nacht bezig met folders maken, op internet, websites bewerken. Ik heb het altijd fucking druk. Hierachter heb ik een kringloopje. Niet op de zooi letten, dat is altijd. Ik heb de kleinste bed and breakfast van Nederland. Oh, wauw. Het is een grafkist. Ja. Het is een Amerikaanse lijkenkist. Helemaal van metaal. Maar dat komt gewoon in mijn stijl, wordt hij nog beschilderd. En dan is het de kleinste bed and breakfast van Nederland waarschijnlijk. Misschien wel van de wereld. Ik heb hem gekocht in Nijmegen. En dan in mijn kleine autootje hierheen gereden, achter in de kofferbak, stak bijna 1,5 meter uit. En zo over de snelweg. Mijn vriendin is in mijn armen overleden, 1991, aan anorexia. Ik heb haar nog proberen te reanimeren en zo. Heeft niet geholpen. Ik kon er niet voor werken, ik ben gaan zuipen, ik ben dakloos geraakt, werk kwijtgeraakt, noem maar op. Ik ben 3 jaar dakloos geweest. Toen ben ik naar de woningbouw gegaan van, hebben jullie geen kluswoning voor mij? Ik moet gewoon weer een dak over mijn kop hebben. En toen heeft de woningbouw mij een kluswoning aangegeven. Ja, in het begin heb ik mij hier ook, toen was de wijk nog echt slecht. Dus dan heb ik mij ook een beetje ontfermd over andere daklozen hier in de wijk. Ik heb een keer een meisje over de vloer gehad, die had er drugs klaar liggen te spuiten heroïne. Mm. En zei ze, ja, zei Hans, ik zit in een dubio, moet ik nou verder schilderen? Maar dan droog mijn spuit op, kan ik het niet meer gebruiken. Of moet ik de spuit pakken? En toen is ze toch gaan schilderen. Ja, weet je wel? Ja, maar hoe kikken is dat? Ja, en u zei net van vroeger was het echt een slechte wijk. Ja, ja, ja. Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, veel prostitutie, drugs, alles waar je maar gewoon voor negatiefs in een wijk waar je niet wil hebben. Dat was hier wel. Ik heb eigenlijk te veel gezien.
vrouwenmishandeling. Ik heb ook mensen opgevangen hier die slachtoffer waren van handel, laat ik het zo zeggen, mensenhandel. En, ja. Weet je, daarom zeg ik ook altijd bij mij op mijn inloop ook, veel kan, niks moet en alles is bespreekbaar. En wat is hier dan veranderd in de wijk in die 25 jaar? Wat ze altijd gezegd hebben, Woensewijs is multicultureel, was het eigenlijk niet, omdat je gewoon mensen met, vooral mensen met een laag inkomen had. Nationaliteit maakt dan er niet eens uit. En nu is de wijk gewoon echt multicultureel, omdat je heel veel jongeren hebt. Hoog opgeleide, laag opgeleide, veel verdieners. Dat is multicultureel in mijn ogen, weet je. Dat je gewoon echt, echte diversiteit hebt. Het is voor de media ook zo leuk om, weet je, als het dan over Woensel-West gaat, om het slechte alleen maar te laten zien. Terwijl er, en zeker de laatste tijd, gewoon zoveel moois is. Je laat een paar mensen zien die dan tekenend voor de wijk zijn. Dat is gewoon, niet elke Turk met een baardje is bijvoorbeeld een extremist. Want dat is het idee van, nou, als we die dan in beeld zetten, dan kunnen we heel de wijk zo wegzetten van die persoon die vertegenwoordigt de wijk. Maar ja, dat is gewoon niet. Kees, in die aflevering die gaat naar de hoeren toe, zeg maar. Dat zou betaald geweest zijn, of niet? Ja, sowieso altijd betaald, hè, de hoeren. Ja, maar door SBS. Dat durf ik niet zeker te zeggen. Nee, maar het zou kunnen. Ja, het is een blijf Woensel-West. Het is gewoon altijd zoiets. Je moet niet altijd over andere mensen praten. Maar het is ook gewoon een kwestie van fatsoen. Ja, Woensel-West is gewoon, als je iets aan iemand van iemand wil weten, dan moet je naar die persoon gaan en gewoon aanspreken van, klopt dit, klopt dit niet? Want anders krijg je gewoon allemaal verhalen. Ja, we gaan zeker verhaal halen bij Kees, maar eerst even wat anders. Probleemwijken is natuurlijk tv-erfgoed en ik wil de serie op mijn manier nieuw leven inblazen. De oude serie gaat in essentie over volkswijken en de paradijsvogels die daar wonen. Naast Woensel-West heb ik ook andere Eindhovense volkswijken ontdekt, zoals Stratum. En zelfs in het steenrijke Waalre bevindt zich een probleemstraat. En daar woont Appie. Dat doen we natuurlijk Mein Kampf. Wat snuif je eigenlijk? Dit is snuiftabak. Het is volkomen legaal. Misschien niet op Mein Kampf, maar... Om Poetin nu te begrijpen, moet je de andere grootste debiel die er ooit heeft geleefd op aarde, op Jozef Stalin na, Adolf Hitler, ook kunnen begrijpen. En om Adolf Hitler te kunnen begrijpen, moet je die hersenspinsels die hij in één boek samen heeft gevat, genaamd Mein Kampf, kunnen begrijpen. Nou, ik ben er ooit één keer aan begonnen. Het valt niet te lezen. Het is onmogelijk als je daar als rationeel denkend mens dan gaat lezen, je komt er niet doorheen. Nou, zal ik jullie even laten zien hoe je een echte bako maakt. Bako betekent eigenlijk gewoon dat cola alleen voor de kleur is. Kijk, dit is een bako. In de Dominicaanse Republiek noemen ze dat gasolina. Cheers. Ah. Lekker man. Kijk, dit is mijn hobby. Deze dingen verzamel ik. Ik weet zeker dat als ik hier met iemand raak, dat hij nooit meer opstaat. Om, ja, als dat is niet. Dit zijn gewoon keukenmessen, maar ze zijn wel van Damascus staal. Laat hem zo maar komen. Ik weet zeker dat ik hem heel dun ga schillen. Alleen met het draaien moet ik zelf net zo goed uitkijken dat ik mijn eigen niet in mijn flikker snij. Die dingen zijn net zo gevaarlijk voor mij als dat ze voor iemand anders zijn. Bij Millwall moesten ze vaak bloeden. Nobody likes us and we don't care. Millwall is mijn clubje in Engeland. Dat is wel zo gezellig. Alleen als je daar rondloopt, dan heb je daar ook gewoon 400-500 jaar stadionverbod bij elkaar in één groepje. Een beetje de common people of Londen. Dus niet al die zaken, mogoltjes en zo. Dat is mijn volk. Je hebt mij geen groter plezier doen eigenlijk als dat mij een tweehandig slagzwaard geeft om een paar Engelse Mongolen in te gaan lopen hakken. Kijk, ik had natuurlijk ruzie met een paar mensen. En op een gegeven moment denk ik van, we gaan jagen. We gaan jagen op die vuile tering kankerleiers die mij straks hebben aangevallen.
En aangezien het donker was, pakte ik mijn nachtkijker en mijn samurai zwaard. En ben ik daar de kraakpanden af gaan lopen. Nou, die jongens mogen heel erg blij zijn dat ik ze die avond niet gevonden heb. Want reken maar dat ze in stukjes in de vuilnisbak hadden gelegen. Dit is de way of the samurai. Hallo? Oh, goedendag. Is even de top. Ja. Heel af en toe. Oké. Mijn vader is eind januari overleden. Oh, ja, dank u. Maar ja, dat is natuurlijk ook voor mijn slaappatroon misschien ook niet helemaal, helemaal goed geweest. Hij kon nog maar amper lopen en zo. En hoe oud was hij? Hij is 72 geworden. De laatste maand soop je een flesje jonge jenever per dag. Om de pijn te drukken en ja, om het te... Leven, nee. Oké, dan gaan we nog even weer verder met jou. En jouw stemming klinkt eigenlijk best wel goed. Oh ja, maar ja, ik voel me eigenlijk verder ook goed. Dat het boven de 4 uur is. Maar de rest van de maand is van 1 tot, ja, tot 3,5. Ja, dat snap ik zelf. Maar ja, goed, zoals ik al zei. Maar ik heb een slaapapneu, wat betekent eigenlijk dat ik vroeger 44 ademstops in 1 uur had. Wat ontzettend veel is. Als ik nou in de krant of zo lees, dan had iemand die had 25 apneus. Waar is dat nou, 25 ademstops? Ik stop gewoon helemaal mijn ademen en het is net of ik dood ben en in één keer haal ik weer adem. Het ging het ook even over je vader, hè? Ja. Hoe was jouw band met hem? De band met mijn vader was bar en bar slecht. Mijn vader en ik hebben eigenlijk altijd ruzie met elkaar gehad. Mijn vader die wilde op het einde wilde die dood. Hij heeft zijn wens gekregen. Ik heb mijn rust. Mijn moeder heeft zijn rust. Dus het is goed zo. Hij is naar mijn zusje toe, die helaas 10 jaar geleden is vermoord. In India, door een vriend. Waar nog steeds niet lekker zit natuurlijk, want... Wij hebben geen antwoorden gekregen. Wij weten wie het gedaan heeft. Hij heeft met zijn kop in India in de krant gestaan en al. Alleen zijn vader die heeft hem een half jaar later of zo op borgtocht vrij kunnen kopen. En naar mijn idee is hij al bijna 10 jaar terug in Nederland. Ik kan ook nog wel vertellen, het is Remco. En ik heb daar ook op de hoek van de straat gestaan met de auto, samen met mijn moeder. En ik wilde verhaal gaan halen daar aan de deur. En mijn moeder zei, nee, doe dat maar niet. En misschien verstandig, want het was waarschijnlijk uit de hand gelopen. Want op het moment dat ik daar aan de deur sta, dan wil ik maar één ding. En dat is weten waar die uithangt. En degene die mij dan tegenhoudt, die gaat er gewoon aan. Ja, ja, daar hebben we deze voor. Hiermee snij ik hem dan heel zijn fucking kutkop over. Dat was mijn zusje. Hier was ze nog een jaar of 17, 18 op deze foto. Ze is vermoord op haar 35ste. En ja, mijn vader heeft daar nooit een plekje kunnen geven en die is er uiteindelijk aan dood gegaan. Mijn plan is dat er iemand anders aan dood gaat. Als ik die kankerlijer nog ooit tegenkom, dan mag hij hopen dat het aan het publiek is, dat ik hem niks kan doen. Maar echt waar, als ik die gek in mijn eentje zie, dan gaat je eraan. Ik snij hem helemaal open. En hoe weet je dat hij het zomaar gedaan heeft? Op een gegeven moment kregen we dan te horen dat ze dood was en dat ze vermoord was. En er was DNA onder de vingers, onder de nagels aangetroffen. Dat ze iemand had gekrast. En hij staat met zijn kop op de politiefoto dat hij gearresteerd was, met 3 krassen in zijn gezicht. 1 en 1 is 2, hè? Volgens legio Indiaanse kranten is het duidelijk. De zus van Appie, José, is vermoord door haar vriend. Remco S. verklaarde aan de Indiaanse politie dat hij flauw viel en vervolgens José dood aantrof. Deze verklaring rammelt natuurlijk aan alle kanten. Bovendien stelde hij de politie pas 26 uur na haar dood op de hoogte. Ik heb een brief in handen die José naar haar familie schreef vlak voordat ze werd vermoord. Het land waar ik van droomde om te wonen, India dus, is voor mij nu een nachtmerrie. Als ik alleen het woord India al hoor, voel ik afschuw en haat. Alles draaide om hem. Ik moest me maar aanpassen.
Het enige contact dat ik heb met de buitenwereld wordt pas onderhouden als hij dat wil. Ik wil zo niet meer leven. Ik sta overal alleen voor. De brief schetst een beeld van een diep ongelukkige vrouw die vastzit in een vreemd land met een behoorlijk giftige relatie. Ik ben geen misdaadjournalist, maar het zou voor Appie en de familie ontzettend fijn zijn als er weer aandacht aan deze zaak wordt besteed en de vermoedelijke moordenaar op zijn minst gehoord en onderzocht wordt. Dan gaan we nu weer terug naar Appie, want de gasolina's die beginnen ondertussen lekker in te kicken. Honkbal knuppel Stanley met spijkerbom. Honkbal knuppel Stanley met spijkerbom. Stampt die kankerkruiken op zijn neus. Honkbal knuppel Stanley met spijkerbom. Wie zijn de kruiken dan? Kruiken? Weet je niet wat een kruik is? Nee. Dat is een Tilburger. Die noemen ze vroeger de kruikenzeikers. En ik zeg, alle kruiken moeten kapot. En ook dat mag erop. Appie wil zo zelfvoorzienend mogelijk leven en gaat hout hakken. En daar heeft hij een speciaal outfitje voor. Vuur is zo fascinerend om te zien. Wat dat betreft ben ik gewoon nog steeds een vuurvliegje. Ik vind het nog steeds geweldig mooi, vuur. En vuur vernietigt en ook weer creëert. Vuur vernietigt natuurlijk de bossen en dergelijke als het in de brand staat. Maar van hetzelfde, als het immer kapot is, dan wordt wel weer vruchtbare grond. Dus vuur vernietigt, maar het creëert ook. Het wakkert ook weer aan. Dan gaan we nu toch echt kijken hoe het met de culthelden van vroeger is. Mieke leeft nog, maar het schijnt niet heel goed met haar te gaan. Haar zoon Harry, die vast zat voor een gewapende overval op dit tankstation, is inmiddels vrij. Ik heb hem natuurlijk benaderd, maar hij wil absoluut niks met deze documentaire te maken hebben. Nou ja, het mogen duidelijk zijn dat Harry en zijn moeder met rust gelaten willen worden, dus ja, ik kan natuurlijk ook niet anders dan dat respecteren. Maar gelukkig is de allergrootste cultheld van de oude aflevering, Kees Kachel, wel bereid om mij te woord te staan. We gaan terug naar Woensel West, waar ik een afspraak heb met Kees. Hier achter mij in dit huis woont de legende Kees Kankerkachel. Op precies dezelfde plek als in 2005. En volgens SBS woonde hij samen met zijn broer Ruud. En het allermooiste eigenlijk van de aflevering vond ik de dynamiek tussen Kees en zijn broer Ruud. Het shot dat Kees thuis komt na een lange dag pallets sorteren en Ruud met zijn benen lang uit op de bank ligt, is echt fantastisch. Kom je net van je werk af? Ja. Wat doe je? Pallets sorteren. Sorteren allemaal op naam, hè. Op welke manier verschil jij nou van je broer? Qua leeftijd? Nee, niet qua leeftijd, maar qua type. Hoe verschillen jullie? Hij is gewoon een lamlul. Hij is gewoon een klare lamlul. Die werkt nooit. Die heeft nooit gewerkt. Die heeft nooit gewerkt. Die weet niet waar werken is. Hij is gewoon een klare lamlul. Nee. Ik ben nog even 5 minuten of 10 minuten en dan ga ik boven liggen slapen. Kijk met die poten, man. Zijn broer, de kettingrokende Ruud, gooit de ene na de andere one-liner uit en is ook fantastisch op beeld. Als ik heb ik er niet meer gezet. Ik hoop dat ik jouw 80, 90 word. En zonder ziekte dan. Hè. Ja, dan ga ik naar de hemel, denk ik. Ja, dan volgt nu meteen de eerste scoop van de aflevering. Want SBS deed destijds net alsof Kees samenwoonde met zijn broer Ruud. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Ze woonden helemaal niet samen. De vrouw van Ruud, want Ruud is al jaren getrouwd, had helemaal geen zin in de camera's van SBS bij hun thuis. Dus daarom stuurde zijn vrouw hem gewoon hier naartoe, naar zijn broer Kees. Samenwonen deden ze niet, maar het is wel prachtige tv. Toen ik hier in oktober voor het eerst aankwam zonder camera in mijn eentje, belde ik al even aan bij Kees. En toen deed zijn vrouw open, hij is namelijk inmiddels getrouwd. En zijn vrouw die werd behoorlijk boos op mij. Die begon helemaal te schreeuwen en me uit te schelden. Dus toen ben ik maar snel weggegaan. Ja, inmiddels zijn de plooien gelukkig glad gestreken. Kees wilde niet bij hem thuis geïnterviewd worden, maar gelukkig wel bij zijn favoriete ijssalon hier om de hoek. Ijssalon Bosdijk wordt gerund door Willy, een goede vriend van Kees. Ja, Kees is vaste klant hier. Supergoeie gozer, echt een man met een hart van goud. Volgens mij had je er gewoon een beetje besloten om daar aan mee te doen zonder over na te denken. Hij was toen vrijgezel, drinken, feesten. Is dan een heel andere Kees. Voor we naar Kees gaan, heb ik toch eens even een mededeling. Want na het uitkomen van de trailer en alle media-aandacht die daarop volgde, is Kees veelvuldig uitgescholden op straat. Dit moet stoppen, want hij wordt hier doodongelukkig van. En dat is natuurlijk absoluut niet mijn bedoeling. Ja, het gaat dan met name om het woord kanker. Want Kees heeft in de privésfeer
met kanker te maken gehad en daarom is juist dit woord extra pijnlijk voor hem. Dus laten we deze cultheld met respect behandelen. Mocht je hem tegenkomen, noem hem dan gewoon Kees. Dan is het eindelijk zover. De legende, de enige echte Kees Kachel, komt aan bij de ijssalon. Hoe kwam SBS bij jullie terecht? Ja, ik kwam van mijn werk af met mijn scooter en mijn broer was bij mij. En die zei, er zijn hier van SBS, die willen we probleemwijken. Ik zeg, ja, dat wil ik wel aan meedoen. En zo zijn die bij mij terechtgekomen. Dat was heel spontaan eigenlijk. Ja, ja, heel spontaan. Toen kwam het op tv. Hoe kijk je nou terug op je rol in probleemwijken? Ja, ik ben er eigenlijk mee klaar, want er werden veel rare dingen over mij gezegd. En heb je nog contact met je broer? Ja, ja. Elke dag praktisch. Hoe gaat het met hem? Ja, wat minder. Hij is wel een beetje ziekelijk nou. Hij wil niet naar de dokter. Hij heet eigenlijk iets, maar hij wil niet naar de dokter. Het is zijn eigen keuze. Jij werd dus eigenlijk een soort levende meme. Op het internet werd je heel bekend. Ja. Wat heb je daar allemaal van gemerkt? Ik haalde de krant zelfs. Ja. Ik stond op de voorpagina. Ik dacht, ja, dat is wel leuk, maar ja, op een gegeven moment wil je er toch vanaf. Hè. Want wat merkte je dan als je over straat liep? Ja, allemaal aanspreken, de mensen. Och, daar redden die hoerenjager weer. En ja, nog regelmatig kom ik mensen tegen. Hé, hey, Valvisio, hoerenjager. Ik zeg, ja, ik wil er wel vanaf, eigenlijk. Wat je toen niet had, maar nu wel, dat is je vrouw, die zit naast jou. Ja. Zo, hoe heet ze? Caroline. Caroline. Ja. Wat vond jij er eigenlijk van toen het allemaal net uitkwam? Ik bedoel, ik vind op dit moment helemaal niks meer aan. Want ik wil gewoon een nieuwe toekomst opbouwen met hem. Ik wil niet hebben, zeg, zometeen dat ik zometeen... Ja, je bent met een hoerenjarige getrouwd. Ik zeg, nee, ik ben gewoon met Kees getrouwd en niet met een hoerenjarige. Wij willen vanaf. En als je nou naar die aflevering Probleemwijken kijkt, hè... Ik heb nog een filmpje op mijn telefoon staan. Oh. Maar wat vind je van het beeld dat SBS van de wijk neerzette? De wijk is beter als toen in 2004. Ja? Ja, mooie nieuwe gebouwen. Die dingen zetten nou allemaal op één plein. Mm-hmm. Die prostituees. Want die zaten eerst allemaal tussen die huisjes in. Hè. Heb je eigenlijk nog contact met je vriend Huubke uit de aflevering? Ja, af en toe. Af en toe zie ik die nog wel eens op de markt. Maar ja, die blijft drinken, hè. Kees heeft zijn vriend Huubke iedere dag over de vloer. Ze kennen elkaar al dik 12 jaar. Huubke is net als Kees verknocht aan de wijk. Zo verknocht dat hij tijdens een gezamenlijke vakantie in Spanje al na een paar uur weer zijn koffers pakte. Ja, hij had hem mee. Hij ging meteen terug. Ik zeg, ja jongen, dat kan hij nog niet maken. Ja, ik heb het niet naar mijn zin, zei hij. En waar had je dan hij mee naar? Ja, de buurt hier. Op een of andere manier, ik kan het gewoon niet missen, zeg maar. De omgeving, laat ik het zo zeggen. Die is ook zijn moeder verloren, maar ja. Hij wil allemaal samen worden, maar ja, ik denk niet dat hij dat kent. Ik denk niet dat hij daar aan went. Aan een vrouw zal hij denk ik nooit beginnen, dat denk ik niet. Mm. Had hij wel één keer gehad, maar ja, dat was ook niks. Mm. Dat was je ook weer zo vanaf. En heb je eigenlijk ook voordelen gehad van het hele probleemwijken verhaal? Nee, niet echt. Helemaal niks? Nee, niet echt. Mm. Ja, bij dat café hier een eindje verderop, daar kwamen ze toen ook allemaal binnen. Die van de SBS, die gaf wel rondjes weg en zo en allemaal. Dat vond ik wel leuk. We hoefden we zelf niet te betalen. Ik maak gewoon lol. En vooral in het weekend. Een beetje losbollig, hè. Ik heb overal scheid aan. Dan ligt het handigst, hè. Ik heb al echt niets door je heen. Door je heen. Kut! Ja, en toen die film daar bij die hoeren, hè. Mm. Maar ja, ik kreeg wel een cameraatje, dus dat was wel link. Ja. En die kleren moest ik uitdoen, dus ik moest ook dat cameraatje een beetje wegdouwen. Dat ze dat niet zagen, hè, want dan had ik denk de grootste problemen. Al lang geleden, ik zo'n fijn heb genoeg, hè. Van Jan, ik weg. Hoe moet je daar stoppen? Terug naar eigen land? Terug. Ja. Er zijn ook verhalen dat ze voor je wipje hebben betaald. Ja. Ja? Ja. Maar ja, ik had wel een cameraatje, maar ja.
als ze dat merken, die hoeren, dan denk ik dat ik een probleem heb. Denkt u ook zelf niet? Dat denk ik wel. En dan komt er zo'n pooi en slaan ze misschien wel in elkaar of zo. Waar het SBS allemaal voor betaald dan? Ja, hier die een rondje van die hoeren en hier bij dat café. Daar hebben we laat gezeten. Als je nou kijkt naar SBS, hè? Stel je kan nu het woord tot ze richten. Ben je boos op ze? Of nee, ik ben niet boos op. Ze wouden nog een keer een tijd terug, wouden ze nog een keer een programma met mij doen. Zei, doe ik niet aan mee. Ik ben er klaar mee. Ik heb nou een vrouw getroffen, zei ik, en die wil dat niet hebben. Ja, wat doe je nu trouwens? Ben je nog pellets aan het sorteren? Ja, ik ben nog steeds vanaf augustus 98 werk ik nog steeds op datzelfde bedrijf, ja. Ik heb ook gelezen online dat je best wel vaak echt bent lastig gevallen, hè? Door, ja, door fans veel. Eigenlijk, door fans. Heel veel. Ja. Ik werd gewoon s'avonds gebeld, hè. En dan zeiden ze, kom een pilsje vatten, jongen. Ik zeg, jongen, ik moet morgen weer aan de slag, jongen. Ik moet weer werken. Ja. Doe niet zo flauw, zeikert. Ik zeg, ik ga slapen, wel trusten. Dus dan legde ik neer, hè. Ik dacht, ja, dan moet ik vanaf van de nummer. Dus ik ben toen naar T-Mobile gegaan. Ik zeg, ik wil een ander nummer, want ik word s'avonds lastig gevallen. En mee is het afgelopen, hè. Hoe vaak gebeurde dat dan? Ja, heel vaak. Best wel dag en nacht. Ik heb hem ook vaak gepakt. Ik zeg, ga... Als je nou nog één keer, dan ga ik de politie bellen. Daarom heb ik jou ook toen weggestuurd. Ja, want jij bent heel erg boos op mij, hè? Ja, ik weet het. Echt heel boos op mij. Ik had het hele programma proberen. Ja, echt wel. Ik bedoel, ik had je echt... Ik bedoel, ik denk maar wegsturen. Ik wil gewoon niks meer mee te maken hebben. Dan moet eens moet er een eind aan komen, hè? Zeker. Maar het feit blijft wel dat je natuurlijk wel echt heel veel fans hebt. Die had ik sowieso. Heel veel fans, ja. Maar heb je nog één laatste boodschap dan voor al die fans? Ja, ik wil er gewoon mee stoppen, jongens, want het programma is nou ruim, hoe lang is dat nou geleden? 2004? 18 jaar. Ja. We willen er gewoon mee stoppen. Ja, we zijn er wel klaar mee. Jullie horen. Er moet een eind aan komen aan zo'n programma. Het is leuk geweest, maar voor herhaling vatbaar? Nee, echt niet. Nee. En zo is me... 5 ton bier, of nou, 5 ton is weer overdreven, maar 5000 euro, dan deed ik het niet. Je geeft hem nou eens op de camera een kus, dan weet heel Nederland dat hij van jou is. Kijk, nou, echte liefde. Er blijven vanaf van deze vent. Ja, zo is dat. Hè? Zo zeg ik het. Alleen voor mij, ja, schat. Eindhoven is een oude industriestad met ontzettend veel volkswijken. Tegenwoordig worden deze volkswijken langzaamaan hip. En dat brengt natuurlijk Juppen met zich mee. Maar hoe was het vroeger? Ik ben benieuwd naar de verhalen van toen. Want hoe was het in de volkswijken voor de massale gentrificatie? Daarom heb ik een afspraak met kunstenaar en fulltime harsroker Witte Wil, die een paar kilometer verderop woont in Stratum. Hier woon ik iets meer dan 30 jaar. Dat was vroeger echt arbeiderswijk. Wij zaten dan in een straat die eigenlijk van Philips was. Maar ja, wij zaten wel in de straat met alleen Philips mensen. Ze voelden zich eigenlijk allemaal directeur bij Philips. Hè. Maar ja, dat was geen wereld voor ons. Wij waren met groot gezin en iedereen wat je zin in had. En dat paste niet altijd bij die brave mensen. Er waren twee, zeg maar, tuigfamilies die elkaar om niet moesten. Ja, wij woonden er toevallig tussenin. Ja, en dan hadden of met een dier heibel of met een dier. Ja, dan moesten we zien hoe wij verdedigden. Ja, thuis hoefde er ook niet mee aan te komen, want dan zei zijn vader van, nou, je komt hier niet janken, je vat maar een eind hout en je gaat maar terug. Anders kreeg er van de vader in. Ja, en die sloeg harder dan hun, dus ja, dat ging wel even terug. Ja, dat hadden toen hadden allerlei. Bendes toch, ja, die waren dan echt voor Elvis, maar die hebben echt alles van Elvis. We waren hier op een gegeven moment met carnaval, liep er een meisje met een t-shirtje over het straat om zijn van I'm glad Elvis is dead. Gewoon een grietje van die jaren 15, die loopt over het straat om zijn en ziet zo'n Elvis man, die zit daar en steekt de gelijke mes in haar lijf, gewoon midden op straat, omdat je Elvis beledigd hè, van, ik had mazzel, een groot oom en tante van me, die hadden een bioscoop in België.
En daar kwamen al die Elvis-films, die kwamen daar als eerste binnen in Europa. En die werden daar door de pastoor en de burgemeester en de politie en iedereen die ging die films zitten kijken. En die werden dan gekeurd of ze niet onzedelijk waren of niet agressief. Maar als die commissie daar zat, toen liep ik met Elvis mee te spelen en te dansen en te doen op het podium. Ik kon al die films, maar ook die hier verboden werden. En dan kwam ik bij die Elvis-man en dan zei ik ze van, ja, oh, dat was van die film in Italië. En dan van, ja, hoezo, die is hier nooit geweest. Ik zei, ja, maar wat er gebeurde daar en daar? En dan leg ik de hele film uit. En dan van, ja, dat mannetje weet er meer van dan ons. Waarom waren die verboden dan? Omdat er gewoon op de blote benen in zaten en dat vond de persoon dan te opwindend. En je hebt een lekker jointje in je hand. Hoe lang blow jij al? Oeh, al 54 jaar. Toen hadden we nog eigenlijk echt flower power en alles wat leeg stond. Dat zat vol met hippies. Als klein jong spijbelde ik vaak op school, omdat ik last van mijn rug had. Dan dook ik gewoon zijn kraakpand in. Ja, en daar leerde ook alles kennen. Gewoon. Nou had ik gewoon een paar soorten haasjes, maar toen had ik gewoon 7-8 soorten haasjes. En wiet uit alle werelddelen. Kijk, en in mijn tijd, wij hadden nooit gehoord van coma zuipen, want dat kon niet. Want ja, toen ik klein was in België, hadden wij familie, dat dronk bij het ontbijt, dronk de tafelbier. Dat was dan maar 2%. Maar ja, voordat ik naar school ging, hadden we al een liter bier naar binnen. En daar ben ik gewoon verkleins mee opgegroeid. Maar als je dat allemaal pas na 18 mag gaan doen, dan kent uw lichaam dat daar nooit op getraind en daar trok je weerstand op. Appie kan het niet laten en komt zijn maat Wil opzoeken bij hem thuis. Maatje, hoe is het met jou, jongen? Goed, hè? Ja, is het bij jou geweest vandaag? Ja, ik heb al een stukje gezien. Ik heb al een indruk achtergelaten. Ja, ik zag het, ja. In een hakenkruis. Ja. Zo, jongen, daar ben ik. Grappig. Oei, ja, lekker. Die wil ik echt wel eens een keer proberen. Donker of lichter? Welke tik met het hardste van Mars? Ik denk die van Wil. Dan doen we niet meer. Op een gegeven moment, ja, als binnenstad, dan liep dat elk weekend uit de hand. Maar elk weekend wel een slagveld ergens. Dus op een gegeven moment zei de politie ook, hebben we hier een eindje verder, hebben we een parkje. Alle bendes die kregen een brief van, mocht een bepaalde datum, moesten we allemaal daarheen komen. Zonder wapens en ook geen hamers of wat dan ook. En dan werd Hultpark, zat al de bendes van Eindhoven en uitvechten. En eromheen stond al politie en ziekenwagens. Een beetje net zoals de Purge. We blijven vechten en dan blijft er uiteindelijk blijven een paar openstaan. En die zijn uiteindelijk de uiteindelijke overwinnaars. Ja, maar dat was, gewoon van nou uitvechten en als je uitgevochten bent, dan willen we dat het een tijdje rustig is. Iedereen dat knokken en het schuppen en slaan en bijten en alles. Dit is wat ik net zei hier. Dat moet allemaal aan de afstel. Hier zitten alle wagens in en alles. Het quiz is echt het beste spel. Keep your eye on the light. Easy with the right foot. Let's nail this. Toen die haasjes hier pas kwam, dat kostte een kilo Marokkaanse, echt de beste. Die kostte in Marokko kostte 50 gulden. Dat is nog geen 25 euro. Daar hadden we een kilo voor. Het is gewoon 1000 keer zo duur geworden. Vroeger die hippies die brachten dat gewoon overal. Als ze in India waren geweest, dan stopten ze dat in zijn schoenen. Dat kregen ze gewoon gratis. Dat deelden ze gewoon uit. Langzaam waren er gewoon van die figuren die dachten van, daar kan ik mooi op verdienen. En ja, die ging ermee liggen rotzooi, liggen versnijden. Dat kostte een kwartje de gram, maar als er iemand 30 cent vroeg en hij was niet goed, ja, dan ging hij ook terug aan de sloen voor zijn bek als goed geld niet terugkreeg. Want ja, de politie die deed ook niks. Bij ons thuis in de straat, daar woonde een familie, daar waren allemaal gewichtheffers en boxers. Dan hadden wij weer iets uitgevreten, hadden weer iemand gebeld. En dan kwam de politie en die hadden toen nog van die dafkes, maar van die open deurtjes, dat is zo'n grote
rechte lamp bovenop zijn blauwe, zijn zwaailicht. Ja, die begon dan tegen ons zeg, moeilijk te doen en stond meteen heel de straat buiten. Maar er stond ook dan die gewichtheffersfamilie buiten en die dan heel relaxed leggen ze dan zo de Dafke op zijn kant. Niemand zei er iets van, hè? Want niemand vraagt je. Nee. Het maakt er vroeger niet uit, hè? Onderling, gevechten, en dat was allemaal prima. Maar op het moment dat er blauwbloezen in de straat kwamen, was heel de buurt in één keer tegen de blauwbloezen. Maar dat vind ik nog steeds. Ja. Maar dat is gewoon de wet. Werk je niet mee aan die fucking nazi's van de politie? Heb jij ook wel gedoe met de politie gaat zelf? Dat was vroeger normaal. Kijk, als ik toen ergens een uitsmijter voor een tent stond en die zei van, gij komt er niet in. Van, nou, dan gaat een knal van zijn kop en dan was het toch binnen. Van, maar ja, dan belde ze de politie, ja, dan zat het op het politiebureau. En op een gegeven moment, ja, dan had de politie het gewoon zo als haaks hoe vrijdags bij de Albert Heijn buiten komen met een brood en een pak melk. Dan laai je ze op en dan liet ze maandags morgens weer gaan. Er was ook melk bedorven van ook brood keihard. Dat ging het weekend niet in de binnenstad was. Op een gegeven moment ja, had ik zelf zoiets van, ja, ze laaien me toch elke keer op, dan ga ik er zelf maar naartoe. Dus ik ging vrijdagsmiddags gewoon zelf naar de Boutenkiet. En zei van, ja, hier ben ik. Ja, wat kon jij doen? Ja, anders laai je me daar toch op. Kijk, dat is goed zelf komen. En op een gegeven moment, ja, toen wou ze me niet meer. Toen dus werd ik samen met twee anderen opgeladen. En toen zaten we in het politiewagen. Midden in de nacht werd ik gewoon helemaal achter in strijp. Onderhand, ja, ik denk van hieraf wel 15 kilometer lopen. Werd ik daar met een tie-rip op mijn rug uit de politiewagen gezet. Midden in de nacht zag ik licht branden en met mijn neus aanbellen. die vent die komt, ik bel de politie. Ik zei, ja, ik zei, kom net vanaf, ik zei, met schaar rennen. Ik moet zeggen dat het biertje waar ik net heb gedronken, die is best lekker. En dan voor een niet drinker. Zelfs vond dat niet wel. Ja. Ik had er 225. Vroeger stond Woenselwest bekend als een wijk met heel veel prostitutie en criminaliteit. De gemeente heeft ingegrepen en heeft alle prostituees op één plek aan de rand van de wijk gezet. Hier achter mij heb je het Baaklandplein en dat is de plek waar iedere prostituee die eerst in de Edisonstraat zat, naartoe is verhuisd naar probleemwijken. En ik heb een afspraak met een exploitant, zoals hij zichzelf noemt. Hij heeft vier ramen hierachter. En ja, hij gaat mij eens even uitleggen hoe de situatie nu is met alle prostituees. Het plein ziet er netjes uit, maar toch hangt er een soort loesje sfeer. Ik merk dat sommige mensen bang zijn voor de camera. Maar gelukkig niet iedereen. Wie staat hier naast mij? Max van Leermans. En ik ben de boodschappenjongen van het Baaklandplein. En tegen sluitingstijd doe ik drie meisjes naar huis brengen. Ik was als klant bij een meisje binnen geweest. En die vroeg toen die tijd, kan je een boodschap voor mij doen? Ik zei, ja, wat moet je hebben? En dat was begonnen met een pakje sigaretten. Ja, en nou doe ik dagelijks hier boodschappen. De Kentucky, de McDonald's, Burger King. Als ik naar de Albert Heijn moet, dan ga ik naar de Albert Heijn. Moet ik naar de Jumbo, dan ga ik naar de Jumbo. Voor hoeveel dames doe je dat dan? Voor praktisch iedereen. Het is wel verbeterd, maar vroeger konden ze hier ook nog slapen. Heeft de gemeente toen door de handen gekeken en dat mocht toen. En toen hebben ze een keer een inval hier gedaan en toen hebben ze gezegd, ja, we doen het niet meer. Dus nu wonen ze allemaal in appartementjes of slaaphuis. Hey, goedemiddag, hallo. Mag ik binnenkomen? Oh, geweldig. Ja, ik ben Dennis van Baaklandplein. Laten we daarop houden. Ik kom uit Eindhoven en ik ben hier beheerder van enkele ramen. Ja, waar zijn we hier? Ja, hier zijn we waar het allemaal gebeurt. Hier wordt het allemaal gefixt. Tenminste, meestal. Alles is nieuw, vloeren, bedden. Ja, alles inventaris zijn. Hebben we allemaal even een fris tintje gegeven. Mooie speeltjes. Speeltje horen erbij, hè? Zo, wat een unit is dat, hé. Wat verdomme, dan kan je iemand zijn hoofd mee inslaan, volgens mij. Ja, als je wilt wel, ja. Als je een beetje lood in doet. Ja. Bij mij is het zo dat het een familie-dingetje is. Ja. Ik ben zeg maar de derde generatie nou, die nou dit vak zeg maar voortzet. De broers van mijn oma zijn ermee begonnen vroeger.
De vrouwen liepen hier toen in de wijk op straat. En die hebben gezegd van, kom maar met je binnen zitten meisje, dan had het lekker warm. Een gordijntje erachter gemaakt, stoeltjes en zo. En, ja, die zijn er eigenlijk toen mee begonnen en het werd gewoon gedoogd. 16 jaar geleden werd het plein dan gerenoveerd, ja. Hè, om de overlast in de wijk tegen te gaan. Ja. En Nico was hier destijds een beheerder, geloof ik. En die zei van, dit wordt helemaal niks, dit plein. Die had helemaal geen goed gevoel bij, dat klopt. Nu zitten de hoeren nog verspreid in de wijk. Straks moeten ze verhuizen naar een speciaal pleintje aan het begin van de Edisonstraat. De raamexploitanten zijn druk bezig met het aanleggen van de peeskamertjes. Maar volgens Nico, een van de exploitanten, wordt het een flop omdat het plein wordt afgesloten voor auto's. Ik denk dat het een flop wordt, maar ja, wie ben ik? Ja, kijk, die mensen moeten hier het pleintje op, maar die kennen er niet vanaf. En ja, die mensen zijn toch allemaal anders dan wij, denk ik. Ik weet het niet. Als je hier geen uitgang hebt, dan wordt het niks. Dan wordt het niks. Die mensen moeten fatsoenlijk erop kennen, maar ook fatsoenlijk eraf. Nou, Nico had inderdaad helemaal geen vertrouwen in het plein. En er was nog één exploitant, die had ook helemaal geen vertrouwen. Die hebben het verkocht, zeg maar. Nico in eerste instantie de helft, daarna alles. Het werd allemaal te veel, in de gaten gehouden, dachten hun. In de buurt, hè, had je dan ook veel illegale prostitutie? Vroeger, ja, natuurlijk. Dat was alleen maar illegaal. Dat was niks officieel. Nee. Vroeger was er niks belasting en zo. Die bemoeiden ze daar niet eens mee. Nu is alles één. Politie, belasting, gemeente en wij hebben allemaal gewoon goede contacten. Als er echt iets is, hebben we één knop over maar één knop te bellen. Hoeven alleen maar te zeggen, een code. En dan weten ze meteen dat ze hier naartoe moeten komen. Dan komen ze al met een paar politieauto's. Dus dat is, iedereen die erin is, ja, die kennen maar op één manier uit. Ondertussen, 8 kilometer verderop, is het behoorlijk gezellig bij Appie. Dit is gewoon een gramp aan neus gehad of zo, hè? This is how we do shit in Eindhoven. Ja, is de bek. That was about 1.5 grams. And now we take the other one. The Shelby way. Don't fuck with us or we'll fuck you up. That's the way you do it. Fucking hell. Johnny, Arthur. Oh, sorry, Johnny, Tommy, Arthur. Thank you, mates. I love you all. Hey, waar is mijn ploeg er door je gebleven, joh? Kom hier met het ding. Dat is mijn gereedschap. Kom hier met mijn gereedschap. Nou, laat die kankerlijn maar komen. Ik stamp hem helemaal gek. En al die kanker-Romeo's die er mee komen ook. Gewoon weg met die Mongolen. Dit is mijn laatste verdedigingslinie. Als deze kant niet op kan, kijk naar boven toe. Daar liggen al die andere messen klaar. Maar al die hufterdingen, waarmee ik zeer veel schade aanricht. En als alles valt, Maranti. Gegarandeerd dat ik hier iemand heel zijn schedel mee opensla. Ja, that's my boys. The football fucking factory. Appie neemt ons mee naar boven om zijn grote passie met ons te delen. Die hier hangen alleen maar shirtjes van Team Sky en van Team Ineos. Dit zijn allemaal kampioenshirtjes en de shirtjes van dat jaar. Deze hangt dus helemaal vol. Hier hangen ook nog broeken en alles overheen. Want op een gegeven moment begin je gewoon ruimte tekort te komen. Deze heb ik veroverd op een politieagent toen ik in Engeland was met Millwall. Deze is echt, dit is hoe ik in Engeland was. Lekker rellen en buit bemachtigen. Een beetje net zoals vroeger, want zo lezen we. There's only one Shelby. La 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 la, there's only one Shelby.
Ja, ik ken dat nummer niet zo goed, alleen maar. Waarom zit het nou niet? Ja. Zijn you Freakella? Oh, oh, oh. Life has never been so good. How that you find. Don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Het glas moet kapot zijn, zomaar dat het kapot is. Dit is altijd een grote passie in mijn leven. Iets kleiner. Ik ben helemaal verslaafd in de serie. Ik heb hem al 8 keer helemaal gezien. En afgelopen zondag is het nieuwe seizoen eindelijk, na 2 jaar tijd, is het nieuwe seizoen begonnen. En ja, meteen boom, volle actie meteen in de eerste aflevering weer. Mensen die gearresteerd worden wegens opiumbezit, terwijl ze gewoon geflikt worden, dat ze gewoon hun aktentas gewoon in zijn hand gedouwd krijgen. En die lopen daar weg en meteen wordt de politie gebeld van, er loopt er een met een aktentas en die had een half kilo opium bij. En dat is dan familie van elkaar. Dus wat dat betreft, dat is, ja, het is constant actie eigenlijk. Behalve seizoen 1, want dan is het verhaalopbouw. Maar vervolgens krijgen ze ruzie met de Joden, met de Italianen, met de Russen, met de IRA. Nu hebben ze weer opnieuw ruzie met de IRA. Met de MI5 hebben ze het aan de stok gehad. En oh ja, ook nog met andere zigeuners. Ja, wat dat betreft, ja, het is gewoon geweldig. Gewoon een bende die gewoon zijn eigen door helemaal niemand niks laat wijsmaken en gewoon naar het hele zaakje loopt te slopen. Oh, de Chinezen hebben ze ook nog, want daar hebben ze de opium van.